Goedendag dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij de wedstrijd KVC Oranje tegen Geleen Zuid. KVC Oranje is herkenbaar in de witte tenues. En vandaag moet die ploeg voor lijstbehoud vechten. Twee wedstrijden in de play-offs tussen de KVC Oranje en Geleen Zuid. De eerste is vandaag hier in de Voorterstraat in Blijrijden, gemeente Kerklaarde. En mijn naam is Gier Bouwens en hoop u een leuk verslag van deze wedstrijd hier te mogen presenteren via Nederland Top Video. De scheidsrechter is vandaag de heer Wijsman. Die wordt geassisteerd door de heer Henneveld en de heer Altsen. En de wedstrijd is gestart en de opdracht van beide teams is hier 3 punten naar binnen te slepen. Of minimaal een gelijkspel. Natuurlijk is het voor KVC Oranje van belang dat ze hier deze wedstrijd winnen. Op papier moet de ploeg uit de tweede klasse dit makkelijk aankunnen. Maar de underdog Geleen Zuid kan wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Zoals ze dat vaker ook in de eigen competitie hebben uitgevoerd. Het gaat hier dus om een na-competitiewedstrijd. Tweede klasse, derde klasse, poelen 2G, 3A, 3B. Zodat u hierover geïnformeerd bent. En zoals gewoonlijk hebben we te maken met schitterende weersomstandigheden en een prachtig bespeelbare grasmat. Uitmuntend voor een voetbalwedstrijd te presenteren. Een beetje stroef begin in de eerste helft. Beide teams trachten het spel in beweging te brengen. Maar natuurlijk is er een beetje angst in voor een fout te maken. En na 3 minuten eigenlijk de eerste echte aanval van Geleen Zuid. Dat hier Dullens de bal krijgt. Die passeert aan een speler. Gaat een voorzet geven, maar de doelman Kai van Eyck pikt die bal daar nog snel eventjes weg voordat er een aanvaller voor gevaar kan zorgen. En dat na 3 minuten spelen in de eerste helft. Geleen Zuid een balbezit. Goeie paas op Jesse Oberdorf. Die heeft daar ruimte. 1 mannetje voor zich. Links Vincent Oberdorf wordt er goed aangespeeld. Die kan een mannetje passeren. En dan gaat hij in het 16 meter gebied. Geeft hij tijdelijk paas en een score op goal. En de paal. En in tweede instantie is het Mitch Dullens. Die daar de 0 tegen 1 scoort. In de eerste helft van deze wedstrijd. Geleen Zuid 1 en KVC Oranje 0. Zo. Wat een verrassing. De gebroeders Oberdorf, oftewel naamgenoten Oberdorf, ik weet niet of het een tweelingbroer is, dat lijkt er een beetje op, hebben een heel groot aandeel aan dit prachtige doelpunt. En in eerste instantie die zijdelingse paas, dat schot op goal, de paal redt, maar dan Mitch Dullens, kijk in de midden, supersnel, en die tikt die bal naar binnen. En dan is het 0-1. Doelman Kai van Eyck van KVC Oranje is hier geblesseerd geraakt. Maar kan na behandeling de wedstrijd hervatten. Zo weet je als thuisploeg met een 0-1 achterstand dat Kauai iets zwaarder gaat worden. Om eerst die 0-1 achterstand weg te werken en dan nog een doelpunt te scoren om te winnen. En hier Kai van Eyck met een verre trap en een mogelijkheid voor KVC Oranje. Dat hier zomaar een schot op goal uitvoert en bijna de 1-1 scoort. Mooie actie hier van deze rechterspits. Geleen Zuid heeft het wat gemakkelijker dan KVC Oranje. Lange paas op Arjan Rupset. En die krijgt er mee. En die kan een doelpunt scoren. 0-2. Nee, Van Eyck redt. Prachtig gedaan. Maar Rupset gaat hier de kans om 0-2 te scoren. De scheidsrechter laat heel veel toe en heel veel doorspelen. En maakt er een echte Engelse match van. KVC Oranje trekt zich te ver terug. En geeft Geleen Zuid te veel ruimte. Jesse Oberdorf met een afstandsschot. Waarom niet? En 2 meter naast. En het lijkt erop dat het dadelijk eerder 0-2 is dan 1-1. Rodney Klinkenberg in nummer 11 van KVC Oranje heeft nu de kans om de gelijkmaker te scoren via een vrije trap even buiten het 16 meter gebied. De scheidsrechter kijkt of de muur op afstand is. Dat is die. En dan geeft hij teken. Dan komt dat schot en die bal gaat 0,5 meter over. Het wordt toch tijd dat ze gelijk maken, anders wordt het een heel zwaar karwei in Geleen. Geleen Zuid speelt op dit moment geraffineerder dan KVC Oranje. En is dat geen buitenspel? Nee, zegt de grensrechter. En dan een kans. En Van Eyck redt. Maar is dat geen hens? Dat moeten we nog eens een keer gaan bekijken. Hier nogmaals dat moment. Van Eyck komt buiten het strafschopgebied. En hij redt met de been. En dat is een correcte redding. Terras zitten, een potje bier. En deze schitterende wedstrijd. Nou ja, wat willen mensen nog meer? Geleen Zuid zit 100% goed in de wedstrijd. Het kan goed balbezit houden. En het lijkt erop dat dit een gespeelde wedstrijd is.
Maar KVC Oranje is nog niet klaar met Geleenzuid. En hier krijgen ze balbezit. En dan een zware overtreding. En dat lijkt toch minimaal geel. En alles gaat naar de speler toe en naar de scheidsrechter toe. Maar hij houdt de kaart op zak. En dit is toch eigenlijk een zware overtreding waar je toch minimaal een gele kaart voor kunt trekken. Het is de tweede zware overtreding en de verzorgster heeft er een zwaar karwei aan de blessurebehandelingen voor wat betreft de eerste 45 minuten. Aansluitend de inwoner voor KVC Oranje, Jochem Haanraad. Die schiet schoon op goal en zigzag en Klaasens heeft daar geen problemen mee. KVC Oranje met een hoekschop. Ingekupt en Klaasens op de lijn, redt schitterend. Jongen, wat is die goal niet goed. Beide teams creëren gevaarlijke kansen en het publiek geniet een volle teugen. KVC Oranje tracht voor de rust door het doelpunt te scoren. In eerste instantie weggekupt en dan is het goal op goal. Van Rieting verandert en Klaasens. Ja, er zit een duwtje op die goal. De Kerkraden daar krijgen geen doelpunt gescoord. Zo zit je in de aanval en zo zit je weer in de verdediging. En nu is het Geleenzuid dat weer in de aanval zit. Etienne Hellebrekers met het schot en een halve meter naast. Ja, een kans voor de 0-2. De vraag is, welk team gaat het volgende doelpunt scoren? En de werkgever van deze meneer mag blij zijn wanneer hij een lang weekend heeft aangevraagd. Want deze blessure zou wel eens ertoe kunnen leiden dat hij morgen zijn werk niet 100% kan verrichten. De blessures beginnen de wedstrijd nou wel een beetje te ontsieren en zo heeft iedereen zijn eigen karweitje, zoals deze meneer die al voor de zoveelste keer in het veld oploopt om iemand te gaan verzorgen. De scheidsrechter vindt dat hij genoeg minuten in de eerste helft heeft gegeven, 45 plus extra tijd om bij de teams de gelegenheid te geven om het doelpunt te scoren. Geleen-Zuid komt er wat beter af dan KVC Oranje. En in de rust zal het bij KVC Oranje wat harder tekeer gaan dan bij Geleen-Zuid. Ik denk niet dat de trainer van Geleen-Zuid iets te mopperen heeft. Belde uit de tweede helft Geleen-Zuid een snelle aanval en denkt van heel snel een doelpunt scoren, want dan mag het ons nog gemakkelijker worden. En Van Eyck heeft daar geen problemen mee. Zo lijkt het erop dat Geleen-Zuid het karwei in de tweede helft snel wil afmaken en een tweede doelpunt wil scoren. Maar KVC Oranje wil natuurlijk snel een 1-1 scoren. Hier een mogelijkheid en daar gaat de mogelijkheid. En dit lijkt toch een penalty. Maar hij kan die bal nog binnenpakken, laat hij zich daar vallen en blijft hij daar liggen. Dan lijkt het toch op een penalty. Dit was toch een overtreding waarvan je zegt van leg hem op de 11 meter. Kijk, nog was het een herhaling. Het publiek en de trainer en de spelers vragen hier om een penalty. Ja, hij wordt duidelijk geraakt en wordt getorseerd en komt ten val. En daarbij is de mogelijkheid om te scoren compleet weg. En ja, lijkt het toch dat hier een 11 meter gegeven had mogen worden. Maar de scheidsrechter beslist. KVC Oranje, het moet nu druk op de ketel gaan zetten. Voor het grote, massaal opgekomen publiek zal het nu snel de gelijkmaker moeten scoren. Want dat eist het publiek en terecht natuurlijk. En de mannen doen er alles aan om Geleen-Zuid op een gegeven moment te passeren. Zoals deze actie hier. Mooie paas dan naar voren toe. En dit 2 tegen 1. Dit moet de kans zijn. En hier komt de kans. En hier komt de 1-1. Nee, Klaasens. En de tweede instantie weer Klaasens. Wat een topkeeper staat daar in het doel van Geleen-Zuid. Ongelooflijk wat hij dat er dus weer uitgehaald heeft. De mannen uit Blijrijden werken zich te pletteren. Maar de counters van Geleen-Zuid. Wat gaat dit uithalen? En hier krijgt Hellebrekers de bal. En die kan zich onsterfelijk maken als hij nu gaat scoren. En hij flinkt het. Het is 0-2. De sensatie is compleet op Blijrijden in de gemeente Kerkrade. Geleen-Zuid staat op 0 tegen 2 tegen de favoriet KVC Oranje. En dit is het debakel voor de mannen uit Blijrijden. Kijken we nogmaals in de herhaling. Vincent Oberdorf geeft hier op het goede moment de paas. Kapbeweging van Etienne Hellebrekers en dan het lopje. En het schitterende doelpunt. En KVC Oranje heeft een bijna onmogelijke opgave om hier nog gelijk te komen of zelfs te winnen. Met 2 tegengoals naar Geleen-Zuid afreizen. Dat kan onmogelijk zijn. Dat mag niet gebeuren. En hier is de mogelijkheid van 1-2. En dan komt hij dan aan Klaassen weer. Die man is niet te stoppen. Onder geen enkele omstandigheid. It is the man of the match. Daar kom je gewoon niet onderuit. Die houdt alles druut. Hoe kun je die man nog passeren hier in de goal?
Nog 10 minuten officiële speeltijd. Het lijkt een onmogelijke opgave voor KVC Oranje om ook maar één doelpunt in deze wedstrijd te scoren. Want Klaassen is gewoon niet te verstaan. Dat lijkt het erop. En dan de voorzet. En dan misschien een cupbal, want die wordt weggekupt. Maar het balbezit blijft bij KVC Oranje. Dit is een mooie actie. En dan een penalty. Ja, hij legt hem op de stip. Toch nog een mogelijkheid voor KVC Oranje om hier een treffer te scoren. Om wat veiliger naar de return te gaan. De goalie Klaassen staat gereed om deze penalty te houden. René Kemmerling heeft de opdracht om nu de goalie te gaan passeren. Lukt het hem? Ja of nee? Daar komt de aanloop, het schot en het doelpunt. Het is 1 tegen 2. En met deze tussenstand kan KVC Oranje nog eventueel de gelijkmaker gaan scoren. Daar hebben ze nog 8 minuten tijd voor. Nogmaals, die goed genomen penalty van Kemmerling en Klaassen kun je het niet kwalijk nemen dat hij die bal niet kan stoppen. Het zijn de laatste minuten van de wedstrijd en ook zij beseffen hier dat er een gelijkspel totaal niet meer in zit. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd. De mogelijkheid om nog een doelpunt te scoren. Bijna een eigen goal van de verdediging van Geleen Zuid. De hoekschop, die komt er nog aan. Die laat de scheidsrechter nog uitspelen. Misschien de allerlaatste mogelijkheid om een doelpunt te scoren. Nu moet het gebeuren. Nu moet alles naar voren toe. Daar komt de voorzet. En de vuist van Klaassen. Jawel, hij weer. Het lukt gewoon weg niet om hem zo op een normale manier te passeren. En de laatste seconde tikken weg. KVC Oranje doet vergeefse moeite om hier nog de 2-2 te scoren. En weer Klaassen. Wat een schitterende goalie hebben ze bij Geleen Zuid vandaag. Die werkelijk een 10 verdient qua inzet. En die voorkomt dat de 2-2 komt. Hier nog een mogelijkheid. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Ik denk dat de laatste seconden van de wedstrijd zijn. Weer weggewerkt door Geleen Zuid. Wat een spanning. Krijgen ze toch nog voor elkaar. De 2-2. Die moet komen. Dit is de mogelijkheid misschien. En dan een overtreding. Maar geen penalty. En dan trapt de speler de bal weg. En gaat de scheidsrechter zijn fluit langzaam naar zijn mond toe brengen. Misschien deze actie nog. Laat hij er één keer toe. Laatste seconde van de wedstrijd. Voorzet. En oh, 10 centimeter langs de paal. En dan is het afgelopen. En gaat Geleen Zuid hier met 3 punten huiswaarts. En hebben zij de beste perspectieven voor de volgende ronde te bereiken in de play-offs. Maar deze scheidsrechter heeft ook een dikke 9 verdiend. Een heel zwaar karwei om deze zware wedstrijd te leiden. Succes mannen, KVC Oranje en Geleen Zuid aanstaande zondag. Om 14:30 bent u van harte welkom in Geleen Zuid. En daar gaat deze spannende wedstrijd verder. U bent er toch bij hopelijk. En we gaan misschien wel met het mooiste moment van de wedstrijd afsluiten. En mijn naam is Geer Wallens, bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dag. Ja,